Oké, okay, we beginnen op pagina 43. De eerste oefening is vrij simpel, zeker als je het vorige filmpje goed bekeken hebt. Uh, dus daar moet je drie breuken schrijven dat je zelf weet. Yeah. De tweede oefening moet je goed kijken en gelijkwaardige breuken noteren. Maar eigenlijk moet je gewoon goed kijken wat is erin gekleurd is, dus welke breuk zie ik. De volgende oefening heb ik ook gedaan. Ja, dus maar nu is het niet verdeeld in acht stukken. Was het in het vorige filmpje. Nu is het verdeeld in eh, twaalf stukken. En vergeet niet om hier dan te eh, vereenvoudigen. Ja, hier moet je vereenvoudigen. Eh, een gelijkwaardige breuk maken. Ja. En hier is het misschien wel de moeilijkste oefening. Uh, denk na van 0 tot 1. Zijn 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ja, dus 1 is al hoeveel 15? En dan moet je al deze op de getallen als plaatsen. Dat zou wel lukken. Goed. Dan maak de breuken gelijknamig. Ja, en vergelijk ze dan. Gebruik groter dan. Of kleiner dan. Of is gelijk aan. Daar zullen we eentje samen doen. We zullen de uh, onderste nemen. ja. 18, 25ste en 17ste. Ja? Goed, we nemen het grootste getal en we zeggen die, de tafel op. En als die ook in die tafel komt, dan stoppen we 0. Ja. 1 keer 25 is 25, zit aan de tafel van 10. Nee, 2 keer 25 is 50, zit er in de tafel van 10. Ja, dus we zetten het op 50. Oeh. Ik deed iets mis. Maar het is goed gekomen. Wacht hoor. Voilà. Dus van 25 naar 50 maal 2. Dus 18 keer 2. 10 keer 2 is 20. 8 keer 2 is 16. Dus 26. En van 10 naar 50 is maal 5. Dus 7 maal 5 is 35. Goed, wat zou jij dan krijgen? 36 50 op een toets of 35 50 Ik denk ook dat ik liever deze toets zou maken, alleen als resultaat. Dus dit is groter dan. Voilà, goed, niet zo moeilijk. Dan met de volgende oefening moet je ordenen van groot naar klein. Van groot naar klein. Dus je gaat dit moeten gebruiken. Hè? Goed. Zet de testnoods allemaal op dezelfde brug. Hier kan je ze allemaal op twaalfde zetten als je dat moeilijk vindt. Twaalfde. Twaalfde. Ja, en hier kan je het allemaal op twintigsten zetten. Ja, ik had er niet nu allemaal bij geschreven. Ik zeg het, dus hier kan je alles op twintigsten zetten. Volgende oefening. Alle breuken die dezelfde waarde hebben, moet je omcirkelen. En hier vereenvoudigen. Ja. In de eenvoudigste vorm. Ja. Dus stel dat je hier, uh, ik zal een keer een voorbeeldje geven. Ah, hier. 24 30 En je schrijft bijvoorbeeld eerst, dat is 12 15 Dan heb je dat inderdaad vereenvoudigd. Maar je kan nog een keer kleiner. God, sorry voor mijn handschrift. Hè. Maar je kan nog eens kleiner, want je kan ze allebei nog eens delen door 3. Dus 12 gedeeld door 3 is. 4. Oei. Allee. En 15 gedeeld door 3 is 5. Voila, snap je het? Dus het kan zijn, ik doe dat ook soms: een breukje schrijven en dan zien, oh, ik kan nog een keer kleiner. Dan doe je nog een keer is gelijk aan zoveel. Oké, okay, de volgende oefening gaan we samen maken, want dat is niet zo eenvoudig. Ja. Uh, het gaat een beetje over kansberekening. Ja. Wat is de kans als ik iets doe? En het gaat over het aantal knikkers in een zakje. Er zitten 9 blauwe knikkers in een zakje. Ja, dat is belangrijk. 15 groene knikkers. En 6 rode knikkers in één zak. Hoeveel knikkers zitten er dan in die zak? Hoeveel? Knikkers zitten er dan in die zak? Er zitten er 30 in de zak. Die 9 plus die 15 plus die 6. Er zitten dus 30 knikkers in de zak. Goed, nu is de vraag. Ilse, hoeveel kans heeft ze om een blauwe te trekken? Hoeveel kans heeft ze om een groene te trekken? En hoeveel kans heeft ze om een rode te trekken? Hoe meer dan erin zitten van een kleur, hoe meer kans je hebt om. Die te trekken, dat is logisch. Hè? Dus ze heeft de meeste kans in de groene, want daar zitten er 15 in. De minste kans heeft ze om een rode te trekken, want daar zitten er maar 6 van in. Ja? Dus, we gaan eerst kijken naar de blauwe. Ze heeft hoeveel blauwe? 9 blauwe van de hoeveel in de zak? Dat hebben we hier geschreven. 30. Dus, Ilse heeft 9 Kansen op 30 om een blauwe te hebben, maar dat ga je zo niet zeggen. Hoeveel op 10 is dat dan? 39 is hoeveel tienden? 3 tienden. Ja. Nu gaan we eens kijken naar een groene. Hoeveel kansen ze heeft op een groene? Hoeveel van de 30 zijn er groen? 15 van de 30. Hoeveel is dat dan op 10? 15 gedeeld door 3 is 5 en 15. Dus 15 is 1 tweede. En dan de groene. Er zitten hoeveel groenen in de zak? 6 van de 30. Goed, we kunnen dat vereenvoudigen naar. Ja, ik koor ze het meteen. Ik kan 30 delen door 3, dus 6 ook gedeeld door 3 ja, had je twee tienden Is één vijfde. Voilà, dat was de oefening. Maar we hebben die samen opgelost. Veel succes met de anderen. Daar.